Mijn klikker deed het al niet. Een beetje onwennig om hier te staan. Voor jullie denk ik ook een beetje onwennig. Om in zo'n grote hal met allemaal mensen die allemaal ook echt je hand gaan schudden en zo. Het voelt bijna vies, maar ook wel weer vertrouwd of zo. Ja, mijn bureau is rauw. Overigens, mijn presentatie is volledig in het Engels, maar ik praat gelukkig wel gewoon Nederlands. Dat komt vooral omdat ik heel erg lui ben en geen zin heb om twee versies van mijn presentatie bij te houden. Wat rauw doet, dat kan je ook allemaal op de website vinden, dus daar ga ik snel doorheen. Dit is voor wie we het doen, kan je ook allemaal op de website vinden, dus daar ga ik ook snel doorheen. En dit is waar het echt om gaat. Wie kent deze screenshot? Niemand? Geen filmliefhebbers hier? Dit is een screenshot van de film Her van Spike Jonze. En deze meneer die wordt verliefd op het operating system van zijn mobiele telefoon. Deze dan? Hebben jullie geen Netflix abonnementje? Nou, dit is Ex Machina. Deze hele film gaat over de Turing-test. Wanneer heb je nou door dat je met artificiële intelligentie aan het communiceren bent of met een echt mens? Gaat dat vooral zien. En dan de laatste, nou, die zullen jullie ook wel niet kennen, denk ik dan. Toch? Ook geen HBO-abonnementjes? Jawel, toch? Wat is het? Nou, Westworld. Ja, een heel groot theme park in Amerika, bewoond door robots, maar toch ook weer niet. Helemaal niet duidelijk wie nou een robot is en wie een mens. Nou, het zijn in ieder geval drie voorbeelden van films, series, waarin technologie, communicatie en de mens steeds dichter bij elkaar komen. En dat laat eigenlijk ook de volgende vijf trends laat dat zien. En de eerste, dat is CGI, Computer Generated Images. Ik ga daar even vanuit aanzien we hier op een print-event zijn, dat jullie wel weten wat een computer is. Nou, daar kan je dus ook fantastische beelden mee maken, waaronder deze dame. Dit is het eerste artificiële supermodel ter wereld. En ze heeft inmiddels heel veel collega's. En die worden gewoon ingezet voor grote modemerken in plaats van echte modellen. Tweede trend is XR. Dat is de combinatie van VR en AR. Ik dacht vroeger altijd dat VR veel sneller zou gaan en veel sneller bij de mens terecht zou komen dan AR. Maar daar heeft onze grootgrutter Albert Heijn een stokje voor gestoken. Want die kwam op een gegeven moment met zijn dino-plaatjes. En toen kwam Pokémon er ook nog eens een keertje overheen. En toen wist iedereen wat AR was, ofwel augmented reality. Gaat super hard. En op dit moment hoor je waarschijnlijk ook een hoop over de metaverse of over metaspace. Dat zit er ook allemaal aan te komen. Het gaat helaas niet zo hard als dat alle hippe jongens en meisjes uit de techwereld ons doen beloven. Want het duurt nog wel even voordat er consensus is over die metaverse zoals er nu consensus is over het internet. We hebben één internet, behalve in China, daar hebben ze nog een ander internet. En nou ja, hopelijk hebben we straks ook één metaverse. En voor die metaverse heb je straks een 3D-model nodig of een avatar nodig om daarin rond te lopen. De derde trend is deze. Voice. Wie van jullie praten wel eens met zijn auto? En dan bedoel ik dat die auto dan ook terugpraat. Nou, dat was 10 jaar geleden, was het echt heel slecht. Maar tegenwoordig kan je best wel goed gesprek met zo'n auto voeren. En dan luistert die ook nog naar je. Nou, Amazon die heeft dit soort apparaatjes uitgebracht. De Amazon Echo met Alexa. Alexa is zeg maar de Siri van Amazon. En in Amerika hebben heel groot gedeelte van de huishoudens heeft zo'n apparaatje in de keuken staan. En dan kan je gewoon je boodschappen doen door je stem te gebruiken. Moet je wel heel specifiek zijn, want als je batterijen bestelt, dan krijg je uiteraard Amazon Prime batterijen. Mocht je nou Philips batterijen willen, dan moet je dat er wel specifiek bij zetten. Dus dat is heel erg slim van Amazon. Op die manier beheersen ze echt die markt. En waar 50 jaar geleden nog vertegenwoordigers met een koffertje alle supermarkten langs moesten om een stukje schap te krijgen, hebben zij nu eigenlijk gewoon de hele distributiekanaal in handen. Die voice technologie betekent ook dat bedrijven nu letterlijk na moeten gaan denken, wat is nou eigenlijk de stem van mijn merk? Hoe klinkt mijn merk? Is dat een vrouwenstem? Is dat een mannenstem? Is dat een genderneutrale stem? Who knows? Het is in ieder geval iets waar je over na moet gaan denken. En dan als vierde trend, dat zijn AI en bots. En AI wordt op dit moment te pas en te onpas gebruikt. Net als bots overigens.
En je ziet nu op heel veel websites, misschien van jullie bedrijven, ook wel een chatbot. Na 9 van de 10 keer is dat geen chatbot waar AI achter zit. Heel vaak is dat gewoon een chatbot waarbij je gewoon met een communicatiemedewerker aan het chatten bent. Maar het zijn wel zaken die nu in een stroomversnelling raken. En die door middel van AI hele grote kansen bieden. En dat je dan dus ook moet nagaan denken over wat is nou het karakter van zo'n bot. Want ja, het chat nou eenmaal lekkerder met iets waar een beetje karakter aan zit dan gewoon een stukje platte code. Dit voorbeeld hier is van Replica. Mocht je vanavond nou vervelen en je denkt nog even aan me, dan zou ik die app even downloaden. Een soort van self-help app. Wat het doel heeft om een replica van jouzelf te worden. En daarmee eigenlijk een soort van je eigen life coach te zijn. Laatste trend. Ik ga er heel snel doorheen. Want normaal gesproken duurt deze presentatie een uur. En ik heb een half uur. Waarvan een kwartier af is gegaan. Omdat jullie bijna allemaal, behalve die twee mensen, daar zo ontzettend laat waren. Laatste zijn avatars. Als je dan bezig gaat zijn in die metaverse of in Fortnite of in een ander spel, dan heb je natuurlijk een avatar nodig. Nou, bedrijven die hebben straks ook avatars nodig voor diezelfde metaverse. Kentucky Fried Chicken heeft daar alvast een voorschot op genomen. Die hebben zeg maar de jongere versie van Colonel Sanders gegenereerd. Dat is deze meneer. En die heeft een eigen leven op Instagram en die leeft de Jet Set Life. En dat doet dingen voor dat ze zelf de Kentucky Fried Chicken. Nou, dit waren een paar voorbeelden van films en van series en van technologieën en trends die in opkomst zijn. Ook een beetje saai, want ik vertel dit verhaal al best wel lang en vaak. En ik moet eerlijk zeggen dat ik deze trends al 3 jaar over de bühne breng. Nu waren de afgelopen 2 jaar niet zo heel spannend. Maar aan de ene kant gaat technologie supersnel. Maar de adaptie van technologie gaat soms ook super langzaam. En nou ja, ik hoop dat ik jullie een beetje in het midden kan vinden. Waarvoor ik hier natuurlijk sta. En nu hebben jullie ook een beetje die kennisbodem van de 5 trends die ik net presenteerde. Is Esther Olofsson. Ik weet niet, wie van jullie kent Esther Olofsson niet? Niet allemaal tegelijkertijd. Oh, dat valt reuze mee. Esther is de eerste virtuele influencer van Nederland. En wij hebben haar eind 2019 ontwikkeld. En in 2020 de wereld ingeslingerd. En ik wil jullie graag vertellen hoe we op dat idee zijn gekomen. En belangrijker nog, wat we nu doen met die kennis die we met Esther hebben opgedaan. En daarvoor laat ik jullie eerst een filmpje zien. Het is een heel oud filmpje, stamt uit 2018. Maar het geeft wel een goed beeld van wat virtuele influencers nou eigenlijk zijn. We'll be right back.
Dit is Lil Miquela. Kennen jullie Lil Miquela al? Is vanaf 2016 zo'n beetje actief. Was een heel groot mysterie. Is er nou nep? Wat is er nou eigenlijk? Wie zit er daarachter? Brut had vroeger, of misschien nog steeds wel, een website. Dat was letterlijk een Google Doc. Dat was het. En inmiddels in 2022 zijn er nog veel meer virtuele influencers. Waarschijnlijk ook wel virtuele influencers of virtual humans die jullie misschien ook wel kennen. Ik ga daar een beetje vanuit dat jullie Barbie kennen. Hatsune Miku, dat is een Japans zangeres. Bestaat ook niet echt, maar treedt wel op. Volgens mij in 2019 is ze voor het laatst in Nederland opgetreden in de Heineken Musical als hologram. Dus het is wel een ding wat er niet aan zit te komen, maar wat er wel gewoon al is. Lou of Magalu is een heel goed voorbeeld van als jullie nou van achter hier komen zitten, dan krijg je gratis een toiletrol om na deze presentatie ook nog, zeg maar, de boel af te vegen. Dus dat kan ik je van harte aanbevelen. En als je dan toch van achter naar voren komt, neem dan even wat water voor me mee. Lou of Magalu is in ieder geval een soort van hockeymom, maar echt dé mascotte voor de grootste retailer in Brazilië. En nou ja, dit verhaal vertel ik al een tijdje en ik was geïnspireerd door die virtuele influencers. Alleen het probleem dat ik had, ik heb een creative agency of een creatief bureau zoals dat in Rotterdam heet. En wij deden helemaal niks met influencer marketing. Ik geloof namelijk ook niet heel erg in influencer marketing. Maar ik vind technologie wel heel gaaf en verhalen vertellen vind ik ook heel tof. En voor mij is zo'n virtuele influencer of een virtuele merkambassadeur echt het toppunt, het summum van storytelling. Waar we natuurlijk met z'n allen al jarenlang mee worstelen. Want we moeten al 4-5 jaar lang moeten we aan storytelling doen. Maar hoe dan? Want we werken allemaal bij hele saaie bedrijven en er valt gewoon niet zo heel veel over te vertellen. En het is veel leuker om dat door je CEO te laten vertellen. Maar als die dan niet zo knap is, wat doe je dan? Nou, daar heb je virtuele merkambassadeurs voor. Dus eind 2019 kwam Postillon Hotels bij ons en die ging een hotel openen in Rotterdam. Postillon Hotel Rotterdam was wel een toepasselijke naam. En zij vroegen ons van, goh, jullie als Rotterdams bureau, willen jullie ons helpen met de openingscampagne? Want jullie kennen Rotterdam en het hotel had ook wel een beetje een uitdaging, want het was een heel mooi hotel, of is een heel mooi hotel, inmiddels is het geopend, maar het heeft niet heel veel eigen faciliteiten. Dus het heeft geen zwembad, het heeft geen restaurant. En voor dat soort dingen moet je dus de stad in. Dus dan moet je de stad wel een beetje kennen. Dus wij dachten van, ja, als je nu een hotel opent, moet je dat met de influencer doen. Maar dat is stom en dat is ook niet echt duurzaam. Want de influencer is zo weer weg naar een andere opdrachtgever. Dus waarom zouden we niet de eerste virtuele influencer van Nederland maken? Nou, dat hebben we gedaan. We hebben op basis van de persona's waar Postillon mee gewend was te werken, hebben we Esther ontwikkeld. Dus Esther is gebaseerd op de business booker. Vrouw, 29 jaar oud, internationaal. En daar hebben we een slinger aan gegeven. We zijn eerst haar karakter gaan uitwerken. Vervolgens hebben we haar origin story bedacht. Daar zijn we best wel ver in gegaan. Zeker als je gaat kijken naar storytelling. Esther is een 29-jarige vrouw. Geboren en getogen in Malmö in Zweden. Heeft een Zweedse vader en een Israëlische moeder. Daarom heeft ze donker haar en geen blond haar en bruine ogen. Maar ook met een klein stukje blauw. Alleen dat komt niet omdat de vader Zweeds is en de moeder Israëlisch. Maar dat is omdat mijn eigen dochter dat ook heeft. En ik vind het leuk om erin te verwerken. Haar moeder heeft een architectenbureau in Malmö in Zweden. Genaamd MOR. Malmö Office for Redesign. Wat dan ook niet geheel toevallig staat voor moeder in het Zweeds. En daar werkte Esther als PR agent en daar is ze smoor verliefd geworden op Tom. En Tom was een jonge architect uit Rotterdam en die twee die zijn smoor verliefd geworden. Esther is met hem naar Rotterdam vertrokken en heeft 3 jaar lang een gelukkige relatie met Tom gehad. Maar zoals dat gaat met architecten, de meeste architecten zijn klootzakken. Tom heeft haar verlaten voor zijn ex-vriendin Maud en daardoor is Esther nu moederziel alleen in Rotterdam. Edoch heel erg eenzaam. En nou, dat verhaal kan je dus volgen op het Instagram-account van Esther. Nou, we hebben Esther een gezicht gegeven. We hebben heel veel experimenten met Esther gedaan, want wij waren vooral heel erg benieuwd. Hoe reageert het publiek nou op iets wat niet echt is?
We doen ook onderzoek samen met Hogeschool Rotterdam naar Esther. En vaak van die surveys. En blijkt dat mensen prima bereid zijn om iets te volgen. Of een verhaal te volgen wat niet echt is. Daar is Pixar denk ik een goed voorbeeld van. En Disney ook. Dus daar hebben we nooit zoveel problemen mee. Als je er maar niet over liegt. Dus Pixar is super duidelijk dat het niet echt is. Hetzelfde geldt voor Disney. Alleen sommige virtuele influencers, ja, die doen alsof ze echte mensen zijn. En dan wordt het een beetje raar. Nou, we hebben Esther in ieder geval op de foto gezet met een echte influencer. Dit is Jenny from the Block. Nou, kan je echt niks tegen hebben. Ze is echt de allerliefste influencer ever ooit. Heeft gecrowdfund voor haar eigen boshuisje. En nu woont ze dan ook in een boshuisje in Brabant. Dus ik dacht van, als haar volgers Esther trekken, nou, dan komt het wel goed. Esther heeft ook een eerste petitie opgezet. Is volgens mij nog nooit eerder gedaan, maar een petitie voor het redden van Museum Rotterdam. Meer dan 12.000 handtekeningen hebben opgehaald. Het museum is toch gesloten. En uiteindelijk, nadat we wat experimenten hebben gedaan, durft de postiljon ook wel naar buiten brengen dat Esther dan hun nieuwe brand ambassador werd. En dat hebben we gedaan. En we hebben eigenlijk een campagne aangekondigd waarbij Esther alle Esthers van Nederland en ver daarbuiten uitnodigde om een nachtje te komen logeren in Postillon Hotels Rotterdam. En het idee was, als we nou een dinnershow organiseren met een overnachting met 168 Esthers, want zoveel kamers had dat hotel. Ja, volgens ons was dat heel erg grappig en leuk en vooral ook omdat, ja, weet je, wie heet hier iemand Esther? Normaal gesproken zit er wel één Esther in de zaal. Valt dan toch een beetje tegen. Maar goed, Esther komt redelijk vaak voor als naam in Nederland. En we dachten, dat is ook leuk, want dan heb je het enige wat die meiden en vrouwen met elkaar verbindt, is hun voornaam. Nou, het leek ons heel erg grappig. Alleen het probleem was, toen kwam corona. Dus ik gaf al aan, ik ben een vrij luie presentator. Dus ik heb hier dit ook samengevat in een campagnevideo die dat dan helemaal helder uitlegt. Dan hoef ik dat zelf niet te vertellen. Ondanks dat we het feestje drie keer hebben moeten verplaatsen en uiteindelijk maar helemaal hebben aangepast. Dus die dinnershow die is uiteindelijk niet doorgegaan, maar alle 168 Esthers die hebben een uitnodiging gekregen om plus één een nachtje te komen overnachten met nog een heel feest erachteraan. Overigens hebben zich meer dan 700 Esthers aangemeld voor die campagne, dus dat was best wel gaaf. Enorm veel pers- en media aandacht gekregen. Sorry, dit is je oude logo. Ja. Gaat nog aanpassen, heus. Zowel nationaal als internationaal. En dat is heel erg tof, alleen ja, dit is ook wel een beetje een one-off. Dus Postillon, ja, die is inmiddels met andere campagnes bezig. Dus Esther werkt niet meer voor Postillon Hotels. En wat doe je dan met zo'n influencer? Nou,
Wij vinden het gewoon heel erg tof om aan Esther te werken en experimenten met Esther te doen. Dus ik heb Esther zelf maar in dienst genomen. Ze is nu onze PR-dame bij Rauw. En vervolgens gaan wij nog steeds met haar toffe dingen doen. In april komt er een serie NFT's van Esther uit. En ja, eigenlijk alle kennis die we opdoen met Esther en het creëren van Esther, dat zetten wij in voor onze klanten. Nu moet je weten dat wij richten ons over het algemeen niet op B2C, maar vooral op B2B en overheid. Dus ja, wat moet je dan met virtuele influencers? Dus toen hebben we zitten nadenken van, zou een virtuele merkambassadeur niet wat zijn? En zou dit niet het moment zijn om eigenlijk ambassadeurs of mascottes weer tot leven te wekken? Want ik schreeuwde net al even tegen Nicolette van Flipje van Tiel. Hè? Die komt hier, wat is het, 10 kilometer verder vandaan of zo? 30 kilometer, nou zoiets. Flipje van Tiel, dat was in de jaren 50 of 60, was het voorbeeld van storytelling. Die gast die had zijn eigen stripboeken. En die vertelde het verhaal van de Betuwe aan alle kindjes die wiens moeders via spaarkaarten die stripboeken gingen sparen. Hetzelfde geldt voor het Michelin-mannetje en deze verschrikkelijke enge meneer. Dit zijn allemaal mascottes die ontwikkeld zijn in een tijd dat bedrijven steeds groter werden, steeds onpersoonlijker werden. En die bedrijven eigenlijk behoefte hadden aan een nieuwe vorm, eigenlijk een meer benaderbare, persoonlijke manier van communiceren. En toen zat ik te denken van ja, eigenlijk is dat nu ook wel het geval. We hebben, ja, Rauw heb ik in 2010 heb ik het opgericht. Toen waren we een van de eerste social media bureaus. We hadden hele hoog grote ideeën met social media, want dat zou bedrijven meer social maken. Nou, dat valt toch eigenlijk best wel een beetje tegen, want het gros van de bedrijven die deelt gewoon dezelfde content als ze waar dan ook delen. En die zenden dat allemaal maar via die social kanalen. En heel veel interactie, behalve wat geklaag, is er gewoon niet. Sorry dat ik dat hier moet verkondigen, maar ik had er iets andere verwachtingen van. Wat je ziet is dat grote bedrijven op hun social kanalen gewoon over het algemeen ontzettend saai zijn om te volgen. Tenzij ze de content door Rauw laten maken, dan is het helemaal fantastisch. En wat die grote bedrijven ook zien, dat hun bereik en de engagement, de interactie op hun kanalen, dat dat ook steeds minder wordt. Want die platformen als LinkedIn en Facebook, ja, die geven in hun algoritme voorkeur aan persoonlijke profielen. Dus het is op dit moment best wel lastig en moeilijk om echt toffe social content te maken als je een corporate bent. Nou, hebben ze daar iets op bedacht? Dat veel bedrijven die passen nu employee advocacy toe. En dat is eigenlijk dat ze van hun medewerkers ambassadeurs maken. En dat ze dus de content die ze maken, dat ze die laten delen door hun medewerkers. Nou, dat is super tof. Alleen, dat heeft ook nadelen. Dus je moet het allebei blijven doen. Hè? Dat employee advocacy, heel goed, moet je doen. Die corporate communicatie ook vooral doen. Alleen beloof me dan wel dat je niet alleen maar gaat zenden. En ook af en toe wat terugzegt als mensen dingen vragen. En dat employee advocacy moet je ook vooral blijven doen. Maar als je nou een medewerker hebt die bij een ander bedrijf gaat werken, ja, dan neemt hij wel zijn netwerk mee. En dat netwerk, dat heb jij helpen bouwen. En een medewerker maakt ook wel eens een foutje. We hadden bij de Coolest Dutch Brands, hadden we ook zeg maar een ambassadeur die een beetje scheve schaats had gereden. Dan was je toch ook niet heel erg blij dat dan jouw ambassadeur was. Mijn idee is dat precies daartussen ruimte is voor virtuele medewerkers. Ook omdat technologie en communicatie steeds dichter bij elkaar komen. Ik had het aan het begin van mijn presentatie laten zien. We hebben chatbots. Nou ja, wat is het karakter van zo'n chatbot? Een voice-applicatie. Hoe klinkt zo'n voice-applicatie? Waarom kan ik Billy van Bol.com niet op Instagram volgen? Ik bedoel, waarom weet ik niks van zijn achtergrond af? Hoe kan ik in godsnaam met Billy een band opbouwen? Of met, dat was de vorige die ik liet zien, deze dame. Dat is Evie van Landschot. Evie van Landschot wil heel graag geld aan mij lenen, maar ik weet helemaal niks van Evie. Nou, voor een van onze opdrachtgevers hebben we zo gek gekregen dat ze ons geloofden en dat we daar een virtuele merkambassadeur van hebben gemaakt. En nou, uiteindelijk is dat echt heel succesvol geworden. Het is Lou de Bauer. En Lou de Bauer is Dura Vermeers Virtual Brand Ambassador. En het is eigenlijk als een heel klein intern project begonnen. Want Dura die kwam bij ons met de vraag van, goh, wij willen iets met innovatie, digitalisatie en we denken aan iets van een filmpje of een whitepaper voor de medewerkers om ze meer mee te krijgen in dat proces. En ik weet niet precies waar het uit de hand geëscaleerd is, maar uiteindelijk is daar dus Lou als oplossing uitgekomen. En daar hebben we deze video voor gemaakt.
Qua diversiteit is er nog wel een stap te maken bij Dure. Maar wat heel gaaf is, is dat Lou in een hele korte tijd als intern project is gestart. En dat eigenlijk iedereen Lou heeft omarmd en iets wil met Lou. En dan ligt bij ons de verantwoordelijkheid om te zorgen dat Lou niet een soort van manager van alles wordt. En een soort van joker die je overal maar in kan zetten. Maar de dingen die we met Lou doen, dat die wel passen bij de origin story, bij het verhaal van Lou. Dus het moet altijd over digitalisering gaan en digitale transformatie. Er zijn een paar hele toffe dingen aan Lou. Lou kan bijvoorbeeld tijdreizen. Ik kan dat niet. Volgens mij kan jij dat ook niet. Maar hier is Lou bezig. Die helpt een handje mee bij de aanleg van de ring rondom Haarlem. Lou weet ook alles al. Want die heeft alle data van, ik geloof, 165 jaar Dure Vermeer geüpload op zijn chippies. En er was ook in de tijdlijn van Lou een foto dat hij bij zo'n soort congres als dit zat. En dan zat hij er een beetje verveeld bij. Want hij wist natuurlijk alles al. Hij had al die data en zo. We zijn nog lang niet klaar met Lou, zoals we ook nog niet klaar zijn met Esther. En ja, ik hoop dat we nog voor nog veel meer bedrijven virtuele merkambassadeurs kunnen maken. Maar waar ik me vooral over verbaas is dat we vooralsnog een van de weinigen in Nederland zijn die op dit paard geklommen zijn. En ook op deze manier van storytelling aan het uitdragen zijn. En ik realiseer me heel erg dat er heel veel verhalen vertellen aan vooraf gaat voordat bedrijven daar een beetje klaar voor zijn. En de afgelopen 2 jaar hebben we dat alleen maar via een schermpje kunnen doen. Maar ik wil jullie toch nog een paar voordelen van virtuele medewerkers meegeven. En dan vooral het allerbelangrijkste, en dat staat hier niet tussen, dat een virtuele medewerker nooit ten koste mag gaan van een echte medewerker van vlees en bloed. Is het echt al zo laat? Ze kunnen als virtuele merkambassadeur ingezet worden en ook echt hun verhaal kan aangepast worden op het verhaal van het bedrijf, de corporate story. En bieden enorm veel mogelijkheden als het gaat om VR of AR, maar denk ook even van ja, het gaat niet zo heel snel met die metaverse, maar over 5 jaar is daar echt wel consensus over. En dan moet je dus echt als bedrijf klaar zijn om jezelf te vertegenwoordigen in diezelfde metaverse. En dat is een beetje saai als dat alleen je hoofdkantoor is wat daar dan staat. Kortom, allemaal voordelen, vast ook wel nadelen hoor, want je steekt natuurlijk wel je nek uit als bedrijf als je met virtuele medewerkers aan de slag gaat. Als je hier nou meer over wil weten, dan mag je altijd aan mij vragen. Maar ook een goede tip, de website virtualhumans.org. En dat is van een of andere gast uit LA. En die verzamelt profielen van alle virtual humans ter wereld. Schrijft er artikelen over, doet er onderzoek naar. En het, als je het ook maar mijn verhaal enigszins interessant vond, dan is dat een goede plek om verder te gaan zoeken. Dit was mijn verhaal. Maarten, dank je wel. Het is een ontzettend boeiend verhaal, vind ik. Ik ben heel benieuwd of er vragen in de zaal zijn naar aanleiding van jouw verhaal. Ik zal even je microfoon bij jou, want dat praat wat makkelijker. Ik ben Miranda. Ik ben van Verspreiden in de zaal. We hebben zelf ook een 3D-mascotte. Ja. Is die makkelijk om te zetten naar een... Nou, een 3D-mascotte is vrij makkelijk om te zetten in een 3D-model. En dan kan je er iets mee. Alleen, jouw 3D-mascotte wordt pas interessant als hij een verhaal krijgt. Dus je moet eigenlijk een soort van backwards aan storytelling gaan doen. En ja, dan denk ik dat dat echt wel een mooi uitgangspunt is om jullie corporate verhaal een gezicht te geven. Meer vragen voor Maarten? Aansluitend daarop, hoe we nu met Dura Vermeer werken, is Dura Vermeer die stuurt ons foto's uit hun archief of degene die ze maken bij evenementen als dit. Of video's en wij monteren Lou daar achteraf in. Dus Lou is daar niet echt. Dit is allemaal Photoshop. Hey, Maarten, waarom is Lou eigenlijk, heeft Lou geen menselijke trekken zoals Esther dat heeft?
Nou ja, Loes staat echt voor innovatie. Dus het antwoord wat ik moet geven is, Loes is een robot, is digitaal, innovatief, et cetera. Maar het is ook wel verdomde handig dat Lou volledig 3D is. Want dan kunnen we dus meer en makkelijker content met Lou maken. Lou is overigens ook genderneutraal. Dus we hebben voor Lou als naam gekozen omdat het zowel een jongens- als een meisjesnaam is. En het ook niet nodig vonden om te kiezen tussen een man of een vrouw. Slim is dat. Maar aan de andere kant is het misschien ook moeilijker voor mensen, of je nou een werknemer bent ergens of niet, je bent gewoon een mens, om je te identificeren met een robotachtige... Ja, maar toch op de een of andere manier. En ik wil Rauw zeker niet gelijk, op gelijke hoogte als Pixar zetten. Maar toen Pixar met Wall-E... wij zijn de Pixar van de lage landen. Maar toen Disney of Pixar met Wall-E uitkwam... zag je ook wel dat mensen gewoon echt gevoelens gingen hebben voor zo'n kleine kutrobot. En dat is iets, want we zien overal gezichtjes in, dus we zijn eigenlijk best wel makkelijk... Nog één ding, hè? Ik begrijp hem, maar nu toch ook nog even Esther. We moeten een beetje gaan afbouwen, want we lopen al uit. Ik hoop niet dat jullie dat erg vinden. Waarom is Esther nou eigenlijk Zweeds? Wat We hadden in principe elk land kunnen kiezen, maar we waren op zoek naar... als je zo'n karakter creëert, dan kan je niet om vooroordelen heen. Dus wij dachten van, nou, zo'n Zweedse dame, die heeft gevoel voor stijl en voor design. En ze moest sowieso uit het buitenland komen, want dan kan je met een onbevangen blik naar Rotterdam en alle andere steden kijken. Dus we zijn op een gegeven moment gewoon bij Zweden uitgekomen en... ik moet je eerlijk zeggen dat het had eigenlijk net zo makkelijk Finland kunnen zijn. Geen gedachten erachter. Okay. Zijn er nog vragen voor Maarten op dit moment? Het kan ook natuurlijk altijd nog achteraf. Maarten is te vinden bij Rauw CC en ze maken er echt daar hele te gekke projecten. Misschien een volgende keer staat Esther hier in plaats van mij. Dat zou we zijn wel nu bezig om Esther volledig 3D te maken. Okay. Dat kost wel wat, maar dat is uiteindelijk maakt dat makkelijker om content te maken. En dan kan ze dus ook... Maak mij nou maar overbodig. En dan kan ze ook als hologram hier de boel aankondigen. Oké. Okay. Maarten, superveel dank voor je inspirerende verhaal. En we horen graag meer over. Overigens vinden jullie zijn verhaal of een deel daarvan ook in Funk Magazine. En dat gaat volgende week... dinsdag verschijnen. Dus dan kun je het een en ander ook voor de later komers hier kunnen het nog nalezen. Dank voor je aandacht.